Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 6 december van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met uh, diverse gebieden met regen die over ons land trekken. Vanochtend ligt er één over Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En ook in Brabant en Limburg is het vaak nat. Bij een temperatuur van 3 tot 7 graden en een stevige wind vanuit het zuidwesten. Windkracht 7 of 8 langs de kust. En ook vanmiddag is het op veel plaatsen regenachtig. En dan ligt het kwik tussen de 5 en de 9 graden. Pas vanavond wordt het van het westen uit allemaal wat droger. En de wind neemt dan geleidelijk aan iets in kracht af. Morgen ziet het er beter uit. Ochtends valt er nog een enkel buitje. Smiddags is het droog en komt de zon er soms bij. Het wordt 8 tot 10 graden bij een vrij krachtige wind vanuit het westen. Op zondag, net zo'n dag, ochtends regen, middags droog en s'avonds avonds weer een enkel buitje. Bij 10 of 11 graden is het vrij zacht, maar de wind die maakt het wat kouder voor het gevoel. En volgende week blijft het wisselvallig met elke dag een paar buien en temperaturen die geleidelijk aan weer, weer omlaag gaan. Mijn naam is Diana Boe van weerplaza.